Als je op zo'n viaduct staat, heb je niet alleen de blik op de weg, maar ook afstand van het verkeer. Letterlijk, maar ook figuurlijk afstand. Het zal je een zorg zijn wat ze daar beneden allemaal met elkaar uitspoken. Soms lijkt het wel eens of ons beoordelingsvermogen verandert zodra we aan het verkeer gaan deelnemen. Rijdend op de A50 richting Den Bosch wordt onze aandacht getrokken door een auto die heel nadrukkelijk rechts rijdt. En dat consequent volhoudt. We zoeken de bestuurder op en confronteren hem met de beelden. Nou is het beeld een beetje vertekenend, maar het lijkt net als ze kort op zit. Ik kan niet geloven dat ik daar nou echt zo kort op zit als dat nu lijkt. Ik rijd deze weg al 15 jaar, hoor. Dus iedere dag. Ik kan ook niets negatiefs, een beetje kort op de voorhoofd, maar dat doet iedereen. Hoe kijkt u erop terug? Nou, ik had in ieder geval geen haast. Dus gewoon op een normale manier eigenlijk bezig. En als u dat nou zo terugziet? Ja, het is inderdaad, als je het zo ziet, heb je de indruk dat je haast hebt. Ja. Ik denk dat het toch een bepaalde manier van rijden is. Hoe krijg je de indruk dat u haast zou hebben in dit geval? Waar zie je dat aan? Ja, wat kort op de voorligger zitten. Maar ja, dat doen ze allemaal een beetje. Ik denk dat hij dat gewoon van de rest overneemt. Het hangt allemaal op elkaar. Dus, En dat zogenaamde rechts inhalen? Nou, dat is geen rechts inhalen in mijn ogen. Ik ga gewoon naar rechts toe, als ik kan. Ja, maar u passeert natuurlijk wel een aantal mensen. Ja. Kijk, als men links gaat remmen en ik rijd rechts, dan hoef ik toch niet te gaan remmen. Ik bedoel, dat werkt ook verwarrend. Ja, maar je moet volgens de wet moet je rechts rijden indien mogelijk. Nou, dat doet men gewoon niet. Dus ja, begrip tonen. Ik denk dat voorbeeld doet eigenlijk volgen. Want je merkt het steeds meer als je dus iemand hebt die regelmatig rechts rijdt en een ander ziet dat je in feite veel rustiger rijdt. En dat je toch behoorlijk opschiet. In ieder geval niet minder als een ander. Ja, dan neemt men er vaak over, dat merk ik wel. Dus u hebt niet het gevoel dat u tijd wint echt door rechts in te halen? Nee, maar dat is gewoon, je krijgt gewoon een wat rustiger gevoel voor jezelf. Ik bedoel, ik denk op een gegeven moment als ik naar rechts ga, als het links zo druk is, van nou, ik bekijk het maar, ik ga straks wel weer naar links. Ik bedoel, en het maakt in tijd niets uit. Voor dit weggedrag wat we nu gezien hebben op de band, heeft u een procesverbaal gekregen, wegens kleven. U hebt mij verteld dat dan na dat procesverbaal toch weer iets veranderd is bij u. Hoe komt dat nou? Nou, je gaat erop letten. Je denkt, is dat nou werkelijk zo erg? Hang ik werkelijk zo dicht op iemand die voor je rijdt? Ja, je gaat er wat op letten en dan hou je de afstand wat groter. En dat rijdt wel prettiger, moet ik zeggen. Ook deze week weer stapels kijkerspost. Ik heb hier een kaart van meneer of mevrouw Andriessen. En die schrijft onder andere: het zijn alleen de Nederlanders die op de weg geen respect hebben. Kijk, hier heb je weer zo'n typisch geval van links blijven hangen waar het niet noodzakelijk lijkt. Nou, denk je dan als politieman, de gemiddelde Nederlander moet nu langzamerhand eens leren dat er in dit land zoveel mogelijk rechts gereden moet worden. Dus, niet geaarzeld, een stopteken gegeven en de bestuurder aangesproken. En wat blijkt? I am from Venezuela, but I will be living in Holland for 3 years. No? This is my passport. Mm-hmm. En dit is mijn. Van Venezuela? Yes. Ja. Dit is mijn driving license. Actually, I am obtaining the Dutch license. They gave me some provisional. Het is voor het eerst van mijn leven dat ik een Venezolaans rijbewijs in handen krijg. Ik moet even kijken hoe dat zit. Hij geeft ongeveer 200 concerten per jaar en rijdt in zo'n jaar ongeveer 100.000 kilometer. Alleen de uren die hij per jaar in de auto doorbrengt, vullen dus al een volledige dagtaak. Hoe kijk jij tegen het verkeer aan, zei het dan van de achterbank? Met gemengde gevoelens.
wat op dit moment, en dat gaat in een enorm snel tempo verergeren, dat. Waar ik me enorm aan erger is het feit dat de mensen dus links blijven rijden. Dit is een fenomeen aan het worden. En dat houdt aan om het begin enorm op. Hè? Vooral als je zoals wij dus voor het werk onderweg zijn. En dat niet een 30 kilometer, maar over het algemeen minimaal 125 en vaak wel 300 kilometer. Dat je op zit te vreten. Want je zit aan de rechterkant soms. Dat heb ik meegemaakt, dat we aan de rechterkant van Amsterdam naar Utrecht op ons gemak dus met de maximumsnelheid zeggen, dus 120 kilometer, fluitend ons weg konden vervolgen. Terwijl dus links mensen met 80 achter elkaar zaten te rijden. Dat was enorm komisch, maar toch een beetje raar gezicht. Iets anders. Rij je wel eens te hard? Ik rij wel eens te hard, ja. Waarom? Omdat het op dat moment kan. En om wanneer ik dat, nou praat ik over 's nachts, dan zijn wij over het algemeen, als ik van Brussel naar mijn huis, dat is in centrum Nederland, rij, dan komen onderweg niet meer dan 10, 12 auto's tegen. Op het uur dat wij op de weg zitten. Dus qua veiligheid kan het. Je hebt een ruim overzicht, de auto kan het. Ze zijn gebouwd om snelheden ver boven de 200 kilometer, over het algemeen. En als ik dat niet zou doen, dan zou ik dus niet een driedubbele, tweedubbele werkweek in de auto zitten, maar een driedubbele. En dat vind ik een beetje te veel. Ik wil 's nachts graag, zoals iedereen ander, een beetje bij tijd in bed zijn. En dat scheelt, denk ik, over het jaar heel wat uurtjes slaap. In zijn schaarse vrije tijd stort Rob zich op een andere manier in het verkeer. Op de motor. Maar wat is daar nou het leuke aan? Ik vind het heerlijk. Ik heb ooit eens een keer bij zonsondergang gereden tussen Gent en Oostende. Samen met een knaap die ook een Harriet die naast me reed. En er was weinig verkeer op de weg. We reden dus echt als king of the roads daarover. En we zagen zo, we naderden de kust en die zon werd langzaam oranje. En ik keek hem aan en we hadden allemaal tegelijkertijd kippenvel. En ik zei, that's it, man! En hij, ja, want dat is natuurlijk, ineens ga je dan heel snel als je in het Engels praten. Maar dat hoort dan ook weer bij mij, dat is gebeuren. Jawel, maar dat kippenvel kan wel van de kou komen. Ik bedoel, als ik... nee, het was net in de zomer. Nee. Het was echt van... Ja, nee, dat is iets ongelooflijk. Ik kan het ook niet echt uitleggen. Het is iets wat je... 11 jaar geleden zat ik voor het eerst op zo'n ding. En ik had nog nooit op zo'n ding gereden, behalve in mijn jeugd op een brommer. En ik was toch al, wat was ik, 38 of 39. Ik denk, dit is het. Dit is het uitkomen van mijn jongensdroom. En nadat ik erop gezeten had, 3 maanden later had ik mijn motorrijbewijs. En ben ik verknocht aan dit apparaat. En Rob is bepaald niet alleen. De afgelopen jaren is het aantal motorrijders explosief gegroeid. Reden genoeg voor ons om in de specialist aandacht te besteden aan de belevingswereld en de positie in het verkeer van die motorrijders. Hoe komt het dat als iemand die gemiddeld genomen automobilist genoemd wordt op zijn motorfiets stapt, dat hij zich anders gaat gedragen? Motorrijden moet je voor je plezier doen. Het is een beleving op zich. Je voelt de elementen, je ruikt de natuur en de omgeving. Vaak is het ook zo dat die motorrijders niet de snelweg nemen, maar toeristische routes rijden. En dat leidt tot een ander weggedrag dan de man die jakkerend naar zijn werk gaat 's ochtends. Vroeger was het zo dat een motorfiets kocht je niet uit luxe, maar omdat je geen auto kon betalen. Die trend is natuurlijk helemaal veranderd. Tegenwoordig is het vaak zo dat mensen die een auto hebben een motorfiets kopen omdat ze dat een prettig vervoermiddel vinden. Dat ze daar een hobby in kunnen uitleven, dat ze daar avonturen in beleven. Mag ik u wat vragen, meneer? Jawel. U rijdt motor? Ja. Waarom? Waarom? Omdat ik het zo ontzettend leuk vind. Wat is er zo leuk aan? Buiten zitten... wat is er zo leuk aan? Het is... De totale tegenstelling met autorijden. U rijdt ook auto? Ja, helaas wel, ja.
Anders dan wanneer u op de motorfiets zit, gedraagt u zich anders? Ja, ik gedraag me hopelijk niet anders, maar ik voel me wel anders. Ik voel me plezieriger, vrijer, losser, ja, vrolijker denk ik. Denkt u dat dat invloed heeft op uw rijgedrag, dat u zich vrolijker voelt? Ja, ja zeker. Ik denk dat motorrijder, maar misschien heeft het ook iets met leeftijd te maken. Ik denk dat een motorrijder wat toleranter is dan een automobilist. Nu ik motorrij een aantal jaren, nu valt het me pas op. Nu valt het me pas op wat een tomeloze agressie automobilisten onder elkaar hebben. Denkt u dat er een verschil is in gedrag tussen de diverse groepen verkeersdeelnemers? Bijvoorbeeld motorrijders enerzijds en automobilisten anderzijds. Want in feite zijn de verkeersregels voor die twee groepen hetzelfde. Ja, ja, kijk, natuurlijk zijn die verkeersregels hetzelfde voor alle twee die groepen. Maar voor zo'n motorrijder is het zo dat hij wel voorrang kan hebben. Maar als hij het niet krijgt, dan is hij wel de klos. En dat is natuurlijk reden om je anders te gedragen in het verkeer. Hebt u wel eens last van onbegrip tussen de diverse groepen verkeersdeelnemers? Motorrijders, automobilisten? Ja, ik maak daar niet zoveel mee, want ik woon in Zeeland en is het allemaal wat rustiger op de weg. Maar merk wel hier zo, ja, wordt wat agressiever gereden dat wel. Maar het is gewoon een kwestie van aanpassen, vind ik, aan het verkeer. Heb je daar moeite mee met aanpassen? Ik niet, nee. Ja, maar ik rijd liever wat defensief, zodat je gewoon heel thuis komt, dan agressief en wie weet wat er dan gebeurt. Rijdt u al lang motor? Ik rijd nu al 18 jaar motor. Continu? Ik rijd continu motor, ja. Zomer en meestal ook winter. Rijdt u er ook een auto naast? Ik rijd er geen auto naast. Waarom niet? In een auto voel ik me zo opgesloten. Ik rijd veel liever motor, een beetje frisse lucht om je heen. De auto geeft echt zo'n opgesloten gevoel. Het is niet gevaarlijk motorrijden? Motorrijden kan gevaarlijk zijn, maar als je goed oplet en goed anticipeert, is er weinig aan de hand eigenlijk. Dus er zijn nog mensen die de motor gebruiken als dagelijks vervoermiddel, maar dat worden er steeds minder. De meeste mensen rijden motor voor hun plezier. Maar er is één beroepsgroep die op de motor kruipt om daar zijn geld te gaan zitten verdienen. Jos, lid van een hele bijzondere club motorrijders. Waarom word je motoragent? Hobby. Hobby? Hobby. Dus je rijdt privé ook motor? Nee. Wacht even, nee. Dat begrijp ik niet. Nee, er is een. Als ik dat zal doen, dan doe ik mijn gezin zoveel tekort. Dat kan ik ten opzichte van mijn gezin niet maken. Zo erg is het. Ja, zo erg. Even over het werk. Wat zijn de praktische voordelen van het rijden op een politiemotor ten opzichte van het rijden in een politieauto? Want dat is lekker warm, je zit uit de regen. Ja, nou, het is, je hebt 80 km per uur wegen bij ons in de provincie, een heleboel. Je bent veel wendbaarder, je kunt veel meer met een motorfiets doen dan met een auto. Het heeft zo gigantisch veel praktische voordelen. Hoe wordt er gereageerd op zo'n politiemotor? Goed. Ja, dat kan ik me voorstellen, want als ik in mijn spiegel twee van die jongens aan zie komen, dan denk ik ook even uitkijken. Ja, daar hebben we niks geen klagen over. Dat gaat prima. Het is wel, je moet zelf wel het goede voorbeeld geven dat je zegt van, je rijdt op een politiemotor en je zit toch in een glazen kastje. Je probeert ook het goede voorbeeld te geven, maar de reactie van het overige verkeer daarop is juist goed. Dus eigenlijk het verkeersbeeld wat jij ziet is eigenlijk niet reëel. Nee. Ze kijken uit voor jullie. Ja, ja. En dan zijn jullie weer voorbij en dan zeggen ze, kom maar jongens, we gaan weer. Nou, dat weten we ook. Wat doe je daaraan? Iets anders. Auto's op de weg, onopvallende auto's. Want dat die zijn er, dat weet ik. Ja, dat zou kunnen, maar wij hebben wat dat betreft een beetje een primeur. We hebben ook een onopvallende motor. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een burgermotorfiets. Gewoon zonder kleuren, toestanden? Ja. En daar zit je gewoon in een burgerkloffie op? Hoor. In een burgerkleding zit je erop, ja. Je moet een opvallende motorfiets beschouwen als een preventief middel. Hij is niet voor niks oranje. Men kan hem goed zien. Men weet dat daar een politieambtenaar op zit. En men weet ook dat wanneer dat ding daar rijdt, men zich aan de regels moet houden. Ja. En dat gebeurt dan ook. Nu de keerzijde van de medaille, dat is de onopvallende motorfiets. Je kunt het niet zien dat het een politiemotor is. Je zit daar in burger op.
Je bent niet herkenbaar. En dan kun je een objectief verkeersbeeld krijgen van de weggebruiker. Maar hoe treed je nou op met zo'n motorfiets? Want je zit daar in burger op. Er is nergens aan te zien dat het een politiemotor is. Als jij naast me zou komen rijden en naar me zou wijzen, dan zou ik zeggen, ja, de groeten, maar ik rijd door. Ja, dat klopt. We hebben op die motorfiets wel een verlichte transparant zitten waarop staat stop politie. En op het moment dat wij de bestuurder aan de kant hebben, is het eerste wat we doen het portier open. Even voorstellen, legitimeren, zeggen wie je bent, waar je vandaan komt. En dan wordt er geschreven. Hoe wordt er nou gereageerd op zo'n onopvallende motorfiets? Ik kan me best voorstellen dat mensen zeggen, tjonge jongen, doen jullie stiekem? Ja. Ja. Soms, een hele enkele keer hoor je dat wel, maar die categorie weggebruiker die bewuste verkeersovertreding maakt, die vreselijk goed weet waar die mee bezig is, en als je die dan aan de kant zet, dan heeft hij daar ook vrede mee. Akkoord, hij is gepakt. Hij is de sigaar. Maar hij wist het, dat hij het risico liep en hij accepteert het. En tot nu toe hebben we daar totaal geen problemen mee. Nee. Je bent op een motorfiets gemiddeld genomen, herkenbaar of niet herkenbaar, toch vrij kwetsbaar. Ben jij nou wel eens bang op straat? Gewoon domweg bang? Ja, dat zijn we allemaal wel. In wat voor gevallen bijvoorbeeld? In wat voor gevallen? Bijvoorbeeld dat je zegt van je zit ergens achteraan en de snelheden zijn een stuk hoger dan het overige verkeer. Klapband, zand op de weg, vettigheid, oliesporen, witte strepen, regen. De fout die een ander maakt, de fout die ik misschien niet herstellen kan. Ik kan ook een fout maken. Ja, dat zijn toch wel dingen waar je wel eens over nadenkt. Goed, wanneer je een bepaalde geest van een bestuurder hebt, en wanneer je genoeg gegevens hebt, dan zou je ook kunnen zeggen van, nou jongens, kap de boel maar af. We gaan niet verder. We hebben op het ogenblik genoeg gegevens en we zoeken de bestuurder thuis wel op. Ja. Een andere manier is om te zeggen van, ja, we hebben nog niet genoeg gegevens. We hebben bijvoorbeeld geen kentekenplaat of we weten niet wat voor motorfiets het is of we weten niet waar die man wegkomt. Ja, dan ga je er wel eens achteraan. Maar op het moment dat jij gaat denken van, nou, nu wordt het toch echt te gek. Nu ben ik zelf gevaarlijk bezig, moet je me kappen. Laat hem dan maar. Ja, dan doe je wel, ja. Dat doe je wel. Dan laat je hem gaan. Dan laat je hem gaan. Er zit thuis ook wat op je te wachten. Wat? Vrouwen en kinderen. Maar niet alle politiemensen zijn motorrijders. Er zijn ook een heleboel automobilisten bij. En de bekendste? U kent ze vast wel. Hoe voelt het nou? Ja, ik moet zeggen, toch wel leuk eigenlijk. Wel een beetje spannend. Zo'n rode neus. Een heel apart gevoel. Hoe is dat eigenlijk met jullie? Jullie rijden ook met die rode neus. Ben je dat nog bewust eigenlijk? Door alle gewoontes die op een gegeven moment erin komen, vind je dat op een gegeven moment heel gewoon. Maar we moeten ons, dat proberen we ons steeds ook voor ogen te houden, bewust zijn dat het voor het publiek niet altijd gewoon is. Wij houden tientallen mensen per dag staande. Hè? Controle, ze rijden te hard, al wat je ook maar wilt. En op dat moment pleeg je een inbreuk op hun privacy. Ze rijden in hun auto en ze worden door de politie plotseling aan de kant gezet. En dat moet je wel steeds realiseren. Nou zijn er verschillende soorten overtredingen. Hè? Ik zal maar zeggen, toch een beetje van kwaad tot erger. Wanneer is de grens voor jou nou bereikt? Wanneer maak jij je echt kwaad over een overtreding? Nou, je moet proberen om je niet te ergeren aan een overtreding van mensen. Je moet het, ja, als politieman moet je het alleen registreren en verder niet. Maar emotioneel ben je natuurlijk wel erbij betrokken. Wel erbij betrokken, maar je moet het proberen van je af te zetten. Je bereikt er namelijk niets mee als je kwaad wordt. Je kunt nee, proberen. Dat weten we allemaal wel, maar er komt vast wel eens iets voor waar je toch denkt van verdikke me. Nou, kijk, ergeren. Ik kan het moeilijk hebben als ik probeer iemand te overtuigen met goede argumenten naar mijn idee. En iemand gaat daar niet op in. Die is arrogant of wat ook en die laat mij niet aan het woord.
zoals ik hem ook aan het woord probeer te laten. En iemand kan dan niet door mij overtuigd worden, daar heb ik moeite mee. Wat voor weggebruiker ben je zelf? Ja, dat zou je dan moeten splitsen in hoe privé rijdt en hoe ik in de dienst rijd. Moet dat? Is er verschil dan? Ten aanzien van defensief rijstijl niet, denk ik. Wel ten aanzien van de snelheid. Met een surveillanceauto doen wij een inhalende surveillance. Wij halen dus met een snelheidsverschil van plusminus 20 km per uur het overige verkeer in. Als verrassingselement enzovoort. Dat doe ik dus met mijn privéauto niet. Dan zit ik meer bij de langzamere weggebruikers, moet ik zeggen. Is dat het enige verschil? Het enige verschil? Nou, het defensieve autorijden is het allerbelangrijkste. En ik denk dat ik dat ook doe, privé. En het verschil, mijn vrouw zegt wel eens, zit er niet steeds zo naar die mensen te kijken die je passeert. Want die rijden daar ook en die moet je niet zo aan zitten kijken. Nou, dat is dan de politieman die naar boven komt. Die wil altijd kijken wie zit er in die auto en hoe doet hij het. Ja. Maar dat is toch het bloedkruip waar niet gaan kan. Hè? Stel je nou eens voor, je bent met het verkeerde been naar bed gestapt. Je snijdt je verschrikkelijk met scheren, je kunt je overhemd niet vinden, je koffie is koud. Kortom, een pechdag. Maar je moet toch aan het werk, in die auto. Ben je dan anders aan het werk dan wanneer je echt een lekkere dag hebt? Nou, je voelt, dat heeft iedereen denk ik wel eens van, het lukt vandaag niet. Het lukt vandaag niet. Het autorijden op zich, het schakelen gaat mogelijk al iets minder. Het sturen gaat wat minder en zo. Nou, dan moet je je wel realiseren dat je dat niet op je weggebruikers af moet reageren. Die in wezen onze klanten zijn. Wij proberen verkeersveiligheid te verkopen. En iemand mag dus niet de dupe worden van mijn nukken. Hoewel dat soms best eens moeilijk is. Maar als je met je collega's samen bent, praat je daarover. En dan doet hij een deel van de gesprekken. Ja. Nou zijn er in ieder vak, ongetwijfeld ook in dit vak, leuke en vervelende dingen. Wat zijn in dit vak nou eigenlijk de vervelende kanten? Nou, de vervelende kanten, kijk, als men ons ziet rijden in de open auto met mooi zonnig weer, is iedereen jaloers op ons. Jij reed er straks ook in. Dan is iedereen jaloers. Als het bijzonder slecht weer is, de sneeuw valt van de lucht en de auto's komen je voorbij daveren met hoge snelheid. En denk van nou, het gaat veel te hard. Ongevallen, dat soort dingen, nou, die zijn niet leuk. Wat is het leukste aan dit vak? Het klinkt wat hoogdravend, maar het dienstbaar zijn aan het publiek. We treffen zoveel tevreden mensen, om het zo maar te zeggen. Wij verkopen verkeersveiligheid. Nou, je probeert je verhaal zo goed mogelijk te houden. En vaak gaat dat gepaard met een bekeuring. En als iemand, aan het eind zeg je dan, wilt u bij het wegrijden even snelheid maken op de vluchtstrook voordat hij weer gaat invoegen. En als iemand dan toch dankjewel zegt, nou, dan ben ik tevreden, ja. En dan vind ik het een leuk vak. Dit is alweer het einde van de derde blik op de weg. We houden ons nog steeds aanbevolen voor suggesties. Ons adres is Blik op de Weg, postbus 830, 1200 AV in Hilversum. Blik op de Weg, postbus 830, 1200 AV in Hilversum. In de volgende Blik op de Weg verwachten we de wegenwacht, kijken we hoe het staat met verlichting en hebben we een gesprek met een openhartige televisiepresentator. En als we u voor die tijd niet ergens anders gezien hebben, dan graag tot volgende week maandag.